Ja, Gijsbert, Geerwijd van Hoete Euvellevering, vooral van het begin van de fanfare. Nou, ik weet inderdaad van hoe de overlevering daar weet ik het vanaf. Ik ben heel lang lid van de fanfare. En er werd heel, zo af en toe werd nog wel eens een keer over dat verleden van de fanfare, werd er nog wel eens over verteld. Dus ik kan daar, hoe de overlevering kan ik daar een beetje over vertellen, ja. Nou, dat is in 1885, toen is dat begonnen. Toen waren in Mesneel, daar woonde burgemeester Thomas Wakkers. Daar had overigens de straat hier, die had ook zo de Thomas Burgemeester Wakkersstraat. De Thomas Wakkers, hij was burgemeester van Mesneel. En in Mesneel worden bepaalde activiteiten worden aan de dag om te komen tot de oprichting van een chatterie. En de Thomas Wakkers, die meende dat in leven, in die gemeenschap leven, dat er in navolging van die activiteiten in Mesneel, dat een leven ook had opgericht moest worden. En die heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van Fanfare Sint-Laurentius. En dat is gebeurd in 1885. En volgens het boek, volgens de overlevering, is op een hele donkere winteravond zijn het prominente van leven die zijn bijeengekomen bij de burgemeester Thomas Wakkers. Die woonde overigens in leven, hierachter in de hof, zo noemen ze dat. Die hebben daar gezamenlijk overleg gepleegd, die hebben de kub bijeengestoken. En daar ligt de weeg van Fanfare Sint-Laurentius. Die ligt in leven op initiatief van burgemeester Thomas Wakkers. Dat is in 1885 geweest, 1885. Ja. Een borreltje erbij en zo werden vaak de beste ideeën geboren. Er waren een borreltje bij en er werden flinke sigaren gerookt, zo steeds in het boek. En er was een hele blauwe, duistere walm is er geweest in die ruimte waar die fanfare geboren is. En zo is ze er geboren en zo zijn die mensen s'avonds om een uur of 12, nadat ze de borrel hadden gehad, zijn die al dan niet met rokende pieps in die naar huis gegaan. De klanken van de ovenklok weer jubelen als muziek. Het Limburgs lijntje groen, dan vullen Vero's riek. En door de ovenzon bestroomd, knelen kinderen voor het kruis. Dat steen alleen in Limburg nog. Aan eerder veldje wegzuis. Wie schoon ons Limburg is, begrip toch nemers. Als alleen de Zuiderling de Limburg leef is. En door de jaren her, blief Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. En door de jaren... Ja, Niese, al 50 jaar bij de fanfare. Je zult heel graag herinneringen hebben opgeboet. Inderdaad, die 50 jaar, daar kunnen ze inderdaad een boek van schrijven. Wat ik me erg kan herinneren, dat is de eerste keer eigenlijk midden hier tegenover in de pubjes van de wei was. Of in de wei van de pubjes, zo moet ik het zeggen. Daar werd ik een zeer gaai en daar leefde ze ganse bij. Kijk ze er eigenlijk naar uit verdomd een keer mee te spelen. Ja. Heel spannend voor een kleine jong. Dat was natuurlijk heel spannend. Toen kreeg ze natuurlijk een glas limonade voor niks. Dat kostte toen nog niks. Hè. En ja, het was gewoon een happening. Hè, voor het volk ging omheen en het was heel gezellig altijd. Ja. En mocht je ook al snel midden op concours? Ik was 11 jaar. En dat was in 1960, dus met ongeveer een jaar dat ik ben. Toen mocht ik voor de eerste keer met een koers met de directeur Schmeets in Maasbrach. Daar hebben we toen nog een eerste prijs gehad. Dat was natuurlijk helemaal taal niet alleen om mee hebben gelegen. Nee. Daar zal ik stenk hebben bijgedragen. En hoe nog altijd met veel plezier erbij? Ik ben nog altijd met veel plezier erbij, ja. Dat is, ja goed, dat heb ze eenmaal in die bloot zitten. Hè. Ze 50 jaar ze gaat spelen, dan kan ze niet 1, 2, 3 zeggen zo, ik gooi dan een kanje, je zet hem uit. Hè. Ja. Dat gaat niet. En hoe op naar de proms? Dat zal de vijfde keer voor u zijn. Dat is inderdaad de vijfde keer en het is altijd even zeer spannend. Hè? Want ja, ieder jaar is natuurlijk angstig. Anger repertoire, we hebben daar wel een goede dirigent voorstaan, die kent de klappen van die zweepaal. En we gaan gewoon met vol goede moed weer naar het vijfde komt. Hè?
voor me, denk ik terwijl een door mijn vinger breekt. Rood is mijn bloed, het valt op de grond, en in de lijk ik verloren. Maar jij bent mijn vingers en mijn mond, en ik kus je, en ik weet. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Die idee voor de Promsremeun ontstangen? In 2002, dat is eigenlijk nu 10 jaar geleden, is de eerste gedachte van de Proms gekomen. Met name Ver Kolen, onze toenmalige dirigent, is met het idee op de prop gekomen door enthousiaste muzikanten, met name de muziekcommissie, die om zich heen verzamelt en met zijn ervaring, met zijn kennis, dus ook dat in leven proberen te gaan promoten. Hij in het begin vuil weerstand van met name het bestuur. Het was een financieel nogal een hooggegrepen project. Er moesten sponsors gezocht worden. Maar omdat Ver zo enthousiast was, heeft er toch de hele club met gekregen. Dus, en uiteindelijk ook nu de tiende keer tot nog toe steeds met succes tot een mooi resultaat gebracht. Ik begreep dat vooral de jeugd uit de fanfare erg blij met is. Ja, het is natuurlijk hele andere muziek. Echt populair. Er is een hele enthousiaste zaal. En daardoor natuurlijk een enorme stemming. Het is muziek waar iedereen zijn steentje aan kan bijdragen. Niet alleen wie we natuurlijk voorheen ook gewend waren, de zware concoursnummers. Eentonig muziek waar gewoon geen beleving in zit. En dat is op zijn Proms natuurlijk een heel ander item. Dus wat dat betreft stimuleert het de jeugd. En de merk zo dat de jeugd er zeer aangenaam door verrast is. En daardoor ook bij een muziekvereniging komt. Vanaf de jong blokfluiters die daardoor enthousiast gemaakt werden. Tot de groep van de midden-twintigers, zeg maar. 2 jaar geleden was er ook al in elk geval een Duitse dansgroep. Wie dacht, ik heb je gemerkt dat er ook veel kiekersgasten met zin met gekomen. Ja, het was in principe natuurlijk mogen altijd meer, maar met name dus vanuit het stadsbestuur waar de dansgroep vanavond kwam, die hebben heel duidelijk acte de présence door. En dat heeft tot gevolg dat we dit jaar nog dat verder kunnen uitbreiden. Dus ik denk voor iedereen een mooie gelegenheid om en de fanfare, maar ook de internationale muzikanten meer aandacht te kunnen geven en kom allemaal, zo ik zeggen, naar de Proms. En kom allemaal naar de Jo Gerrishal hier.